Ik heb geen idee waar ik ben momenteel. Dat is een beetje het probleem. Sorry? Dus, ik heb geen idee waar ik ben. Het is duister in stad. Dus de vermelding mogen. Ik ben een gedeeltelijk van onze stad, zeg maar. Er is gewoon night verlicht. En dat gaat over de Oosterparkwijk gedeeltelijk. En de Blambuurt in die wereld. En we stonden momenteel maar in goud kieken. En zo. Wat wel meer? Waar staat dat? Kampervoerliestraat. Kist u dat zo lezen? Ja, jawel. Je bent ook jonger als ik, hè? Klopt. Ja, precies. En we lopen de Kampervoerliestraat in Deurland. Bob de Greve is van de SP. En Roorslid. En een gedeelte van de stad is gewoon nooit verlicht. En dan kan je zelf denken van, dat kan een keer gebeuren. Maar Bob, hier is wat los, hè? Ja, klopt. Dat is al enkele weken aan de gang zo hier. Ik was net in de Koortbloemstraat. Daar ben ik hem doorheen gereden. En dat is gewoon rood en rood duister. En het is gewoon beangstigend. Ja, dat klopt. Mensen voelen zich onveilig. Ja. Ja. En komt dat ook bij jullie, zeg maar, binnen? Dat mensen je melden en zeggen, helemaal lust, die jongen dood hebben gedaan. Nou, hoe werkt dat? Ja, wij zijn de huis langs geweest voor de verkiezingen, aangeklopt. En toen hebben mensen deze klachten bij ons gemeld. Dat de lamp het al een aantal weken niet doen. Ja. Dus eigenlijk een beetje toeval dat de verkiezingen, zeg maar, want dan komt de politiek wordt wakker en gonden ze de stroot nemen. Is dat zo? Kijk, voor de verkiezingen doen we het ook. Maar ook buiten de verkiezingen zijn wij ermee aan de gang. Ja. Maar wie loopt nou richting dit plein? Dit is het... Gouden Regenplein, maar ook in Prakkerzaad, ja. Doorbrand wel weer lampen? Ja, voor de ene helft wel, de andere helft niet. Als je aan deze kant gaat kijken, richting de gymzaal, dan brandt niet. Nee. Wat zegt er gewoon mondje ervan, Dan? Ik wil, want, ja, trouwens. Nou, dat willen wij ook graag weten. Wat is hier nou aan de hand? Want een poosje geleden was het aan de Laurierstraat zelden. Ja? In de Korenbloemstraat hebben ze het een paar maanden geleden ook al gehad. En dat is nu weer allemaal donker. Ja. Dus wij willen van de gemeente weten, wat is er nou precies aan de hand? Ja. Wanneer wordt het opgelost? Want dat willen de bewoners ook graag weten. Ja. Gaat die oplossing zorgen dat die problemen niet weer voorkomen? Ja, bizarre situatie hier op plein. Een gedeelte van de lamp is die brand. Die loopt nou een stukje door brand weer niks. Nee, klopt. Dus het ligt niet aan de lamp. Het ligt echt aan de stroomvoorziening. Ja, maar in een droogje aan. Ja, dat dacht ik ook. Kroonstandje ertussen. Ja, nee, dat is goed. Nee, op de kant maar. Dus ik kom net maar met een plofjes aan. Ik heb er ook zo van. Hij komt er toch aan. Ja. Goedemorgen. Brand die lamp al nog zetten hier nooit? Sorry. Ja, brand die lamp hier al lang niet meer? Sinds vorige week geloof ik niet meer. Maar het skietbarrel, hè? Ja, absoluut. Ja, nee, precies. Nou, duurlijk. Jo, hey, mooi. Fijne dag, hè? Mooi. Brandt het achterlampje wel, Dirk? Ja, joh, alles brandt. Ach, mooi zo, mooi zo. Later meer van Dirk.